Eigenschap 3. Begin bij het begin. Doe eerst de belangrijke dingen. Zorg dat je ze niet de dupe laat worden van allerlei urgente maar onbelangrijke zaken. Deze eigenschap draait vooral om wilskracht, al dus COVID. Effectieve mensen besteden hun tijd voor alles aan zaken die belangrijk zijn en niet, of nog niet, urgent. Ze laten zich niet leiden door de dagelijkse omstandigheden, maar plannen zelf hun leven. Hun agenda bepaalt niet wat de prioriteiten zijn, maar hun prioriteiten bepalen hun agenda. De eigenschappen 1 en 2 draaien vooral om leiderschap. Deze eigenschap gaat over management. Hoe zet je je doelen om in daden? Hoe ziet time management volgens Covey eruit? Anders dan anders, dat ligt voor de hand. Opnieuw spelen elementen als visie, principes en heldere keuzes de hoofdrol. Coffee en het echtpaar Merrill maken in het boek de vergelijking tussen een klok en een kompas. Volgens hen zijn de meeste time-management systemen te vergelijken met een klok. De klok vertegenwoordigt onze verplichtingen, afspraken, schema's, doelstellingen en activiteiten. Wat we met onze tijd doen, hoe we onze tijd managen. Het kompas representeert onze visie, waarden, principes, missie, richting en ons geweten. Wat is voor ons het belangrijkste en hoe geven we leiding aan ons leven? Covey en de Merrills vergelijken hun systeem natuurlijk met het kompas. Ze stellen, het maakt niet zoveel uit hoe hard je nu precies gaat. Belangrijker is de vraag of je de juiste richting hebt gekozen. Oude time management systemen draaien om efficiency. De dingen op de juiste manier doen. Dit nieuwe time management systeem draait om effectiviteit. De juiste dingen doen. Koffie onderscheidde in de Seven Habits al twee factoren die bepalen hoe wij onze tijd verdelen. Die factoren zijn urgentie en belang. Op grond van deze twee factoren is het mogelijk om een schema te tekenen dat uit vier kwadranten bestaat. Kwadrant 1 gaat over zaken die belangrijk en urgent zijn. Je kunt denken aan crisis, urgente problemen, problemen met een deadline, belangrijke verzoeken van collega's. Als jouw leven zich vooral in dit kwadrant beweegt, dan loop je een verhoogde kans op stress en overspannenheid. Je bent altijd bezig om brandjes te blussen. Dit kwadrant is soms onvermijdelijk, maar zorg dat je er niet te veel tijd in doorbrengt, waarschuwt COVI. Kwadrant 2 gaat over zaken die belangrijk en niet urgent zijn. Denk daarbij aan het treffen van voorbereidingen voor belangrijke activiteiten, nieuwe kansen onderzoeken, het maken van planningen en het onderhouden van relaties. Eigenlijk zou je een groot deel van je tijd moeten doorbrengen in dit kwadrant, zegt Kovi. Kwadrant 3 gaat over zaken die niet belangrijk, maar wel urgent zijn. Je kunt je er vast wel iets bij voorstellen. Het gaat om die zaken die je dagelijkse planning onderbreken, maar geen zinnige resultaten opleveren. Dit kwadrant is bedriegelijk. Omdat het om urgente zaken gaat, hebben we de neiging om er veel tijd in te stoppen. We moeten echter altijd kritisch blijven kijken of het ook om echt belangrijke zaken gaat. Kwadrant 4 gaat over die zaken die en niet belangrijk en niet urgent zijn. Het zijn die dingen die je vaak automatisch doet, maar waar je je achteraf vaak weinig van herinnert. Het praten met collega's over irrelevante zaken, sommige telefoontjes, sommige post, te veel televisie kijken. Binnen dit kwadrant is meestal de grootste tijdsbesparing te realiseren. De kern van Coffee's idee over time management is dat we niet zozeer de tijd moeten managen, maar vooral onszelf. We moeten bepalen wat dan wel belangrijk is voor ons, zodat we ons in ons werk en ons privéleven primair kunnen richten op kwadrant 2, belangrijk en niet urgent. En daarnaast nog tijd hebben voor kwadrant 1, belangrijk en urgent. Als we weten wat belangrijk is voor ons, kunnen we onze prioriteiten invullen in onze agenda. Coffee en de Merrills raden je bovendien aan om wekelijks even terug te kijken. Kijk dan vooral kritisch in welk kwadrant je de meeste tijd hebt gespendeerd. Ging het vooral om urgente zaken? En waren dat dan belangrijke urgente zaken of onbelangrijke urgente activiteiten? Coffee heeft een aardige metafoor om ons te helpen onze agenda's beter te beheren. Let op, als je een glazen pot neemt en die vult met een paar grote stenen, dan lijkt de pot vol. Maar pak je een handvol grind en je giet dat erbij, dan blijkt dat er nog aardig wat ruimte over was. Pak je daarna een handjevol zand en giet dat erbij, dan blijkt dat dit er ook nog wel bij kan. En giet je er tenslotte wat water bij, dan lukt dat ook nog wel. Zou je echter andersom zijn begonnen? Eerst het water, dan het zand en dan het grind, dan zou je de grote stenen er nooit meer bij in hebben gekregen. De grote stenen, dat zijn de kwadrant 2-activiteiten, zegt Kofi. Die dingen die belangrijk zijn en niet urgent. Die moet je dus eerst in jouw agenda plannen. Pas als je dat hebt gedaan, dan kun je de rest gaan invullen.